zijn nu live. Wat goed. Hartstikke goed als je al kijkt. En ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken. En ik ben hier met mijn beste sidekick. Hij gaat me een beetje helpen. En ik vind het heel erg top om met jullie te sparren. En met Sanne, die er dadelijk aankomt. En dan gaan we er een mooi half uurtje van maken. En jullie mogen natuurlijk ook vragen stellen. Zal ik me alvast voorstellen? Dat heb ik een idee. Mijn naam is Arnold van der Weijden. Ik ben voor... Hey, Sanne is er! Hey! Goed je te zien, Sanne. Ik ga even mijn brilletje opzetten. Kijk hoe mooi je bent. Ja, zeker. Alles goed. Goed je te zien. Ik zet hem nu weer af. En ik was me net aan het voorstellen aan de mensen die al kijken. En daarna is het misschien wel leuk als jij je voorstelt. Dan hebben we dat gehad. Dan gaan we dan sparren met elkaar. Is dat een goed idee? Heel goed. Ja, mijn naam is Arnold van der Leijden en ik ben voormalig topsporter. En dat zeg ik omdat daar mijn fundament ligt. Mijn basis ligt van wat ik nu doe als mens en als persoon. Ik heb topsport gedaan, gebokst op het allerhoogste niveau. 3 keer deelgenomen aan het grootste sportevenement ter wereld, de Olympische Spelen. In 1984, 88 en 1992. De meeste van de kijkers waren toen nog niet geboren. Maar misschien geef het even aan of je wel geboren was. Jij niet in ieder geval. En Sanne ook niet, hè? Nee, ik ook niet. Nee. Maar goed, dat is wel de basis geweest voor wat ik nu ben geworden. Die ik nu ben geworden. Want de sport is altijd belangrijk geweest. In de ring heb ik geleerd om te blijven bewegen. En zolang je in beweging bent, is de kans dat je geraakt wordt het kleinst. Een van mijn gedachtenpatronen. Wat ik nu doe. Want in 1992 ben ik gestopt met mijn actieve carrière. En dan ben ik sportmanagement gaan studeren in Groningen. Kon ik snel de link maken tussen sport, business, sport en persoonlijke groei. En dat heb ik opgepakt. En eigenlijk is dat gegroeid naar motivatie, inspiratie. Mensen in beweging zetten. Dat is wat ik nu met hart en ziel doe. En dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf. Van der Leijden, sport en business. En Sanne, jij. Nou, ik ben Sanne en ik was nog niet geboren. Ik werk voor Eindhoven Sport en ook in de regio Zuid-Brabant. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Ja, valt een beetje weg af en toe. Nou, dat ga ik verder doen. En vanuit mijn functie voor Uniek Sport Brabant help ik inwoners die op een andere manier dan ook een beperking ervaren om ook in beweging te komen. Dus eigenlijk doe ik hetzelfde als jij. Ik probeer te motiveren, te inspireren en mensen het plezier van beweging te laten ervaren op een manier die bij ze past. Ja, en vertel even iets meer over dat Uniek Sporten. Zijn dat mensen met een handicap of zijn dat mensen die zich niet goed voelen? Of wie zijn dat, de young people? Dat zijn eigenlijk mensen die een beperking ervaren om in beweging te komen en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. En dat kan heel breed zijn. Iemand die inderdaad even in een dipje zit. Of iemand die bijvoorbeeld lichamelijk ergens een beperking mee ervaart. En soms hoeft het geen beperking te zijn. Kan ook een stoornis zijn, autisme bijvoorbeeld. En eigenlijk helpen we die mensen richting sport en bewegen. Ja, spreek me heel erg aan. Waarom? Omdat ik ben ambassadeur van de Fonds Gehandicapten Sport. Al meer dan, ik denk al 25 jaar of zo. En met liefde ben ik daar ambassadeur van en doe ik er veel dingen voor. En dat komt eigenlijk voort omdat mijn broer, ik ben met 3 broers en 2 zusjes. En de 1,5 jaar oudere broer van mij, Eddie, is ook met een beperking geboren. Met een vergroeiing aan zijn rug en een vergroeiing aan zijn voet, aan zijn been. En ik heb altijd gezegd tegen Eddie ook in die tijd, doe toch mee sport. En heeft altijd meegesport en bewogen. En dat heeft gemaakt de persoon die hij nu is. En hij woont op zichzelf, woont in het zuiden van het land. En hij is altijd fit en vitaal. Sport is belangrijk voor hem. Dus eigenlijk is sport voor iedereen heel erg belangrijk, denk ik. Absoluut. Het kan mensen zo erg helpen om zichzelf als persoon te ontwikkelen. Ja. Maar ook om nieuwe contacten op te doen. En om sterker te worden, zowel mentaal als fysiek. Ja, zeker. Wat voor sporten, wat is jouw afkomst? Of wat is jouw liefde voor de sport? Wat is jouw meest belangrijke sport eigenlijk?
Oeh, dat is een hele goede vraag, Arnold. Ik kom zelf uit het turnen. Dus ik heb vroeger altijd geturnd. Dus als je me deze vraag, ik zal zeggen, 10 jaar geleden had gesteld, dan had ik zonder twijfel het turnen gezegd. Ja. Alleen ik ben toen ik stopte met turnen gaan boulderen. En dat is boulderen. Een nog vrij onbekende sport. Het is namelijk een klimsport. Ah. Dus je zit niet in een tuigje, maar je klimt wel met grepen aan de wand. En het komt uit het rotsklimmen. Rotsklimmen. En dan helemaal vrij. Dus niet dat je vastzit aan een beveiliging. Nee, inderdaad. Nou, jij durft. Spannend. En hoe vaak doe je dat bijvoorbeeld? Nou ja, nu niet. Want dat is een binnensport. Dus ik mis het ook heel erg. En ik merk ook echt dat ik er weer aan toe ben. Maar goed, net als iedereen moet ook ik nog even wachten. Ja, maar er is een lichtpuntje aan de horizon. Precies. En ik denk wel dat je moet blijven bewegen. Weet je, want als bokser, en boksen is ook een contactsport. Dus dat kan ook niet gebeuren. Maar ik blijf wel in beweging door thuis in mijn bijgebouw heb ik een bokszak ophangen. Een aantal bokszakken en boksmaterialen. En daar doe ik toch nog mijn oefeningen op. Ik ga iedere dag, oh ja, tijdens de corona, afgelopen jaar hebben we een hondje, een klein hondje hebben we genomen in ons gezin. Het hondje is inmiddels al een behoorlijke beer. Grote hond, wordt het ook. Golden Retriever. En dan ga ik iedere dag, 3 keer per dag, ga ik met hem wandelen. Wat ook zorgt dat ik in beweging blijf. En zo blijf ik fit en vitaal. Soms ren ik een stuk met hem. En zo hou ik mezelf fit. Dus het is wel interessant om te vragen of de mensen thuis die nu kijken, hoe hou je jezelf fit en vitaal? Want je kunt zelf zoveel bedenken om te blijven bewegen iedere dag weer opnieuw. Heb jij daar een voorbeeld van, Sanne? Wat zou je mensen aanraden? Goeie vraag. Er zijn inderdaad best wel wat mogelijkheden. Wandelen is daar een super mooi voorbeeld van. En zeker met het lekkere weer als vandaag. Maar ook, je kunt natuurlijk fietsen. En er zijn best wel wat filmpjes bijvoorbeeld te zien via YouTube of via Instagram of Facebook. Om toch in je eigen omgeving in beweging te blijven. Ja. En ook al kunnen mensen nu bijvoorbeeld niet altijd naar de sportclub, wij kunnen ze wel nu al advies geven over welke sport bij hun past. Dus ze mogen ook altijd wel al contact met ons opnemen, zodat we met ze meezoeken. En als ze dan straks weer mogen, dan kunnen ze ook gelijk van start. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, ik kan alleen maar zeggen, doe dat. Als je thuis ook nu kijkt en je hebt nog niet het idee van wat te doen of hoe, waar en op welke manier. Sanne met haar team, die hebben zo'n know-how, zoveel ervaring. Dus zij kunnen je echt op weg helpen om veilig en verantwoord te gaan bewegen. En weet je, je kunt ook zeggen van, hey, ik wil eens een boxclinic doen met Arnold van der Leijden. En dat zou bijvoorbeeld leuk zijn om dat een keer te doen. Want Sanne, jij weet je wat uit onderzoek blijkt, wat de beste sport is die je kunt doen? Ik krijg een klein vermoeden dat dit richting boksen gaat. Ja, jouw klein vermoeden is heel erg goed. En thuis ook. De bokstraining is de beste trainingsvorm die je kunt doen. Voor je hoofd, voor je mind, voor je lichaam. Om de hoofd en je gedachten en je intelligente lichaam, je lijf samen te brengen, is dat het beste om te doen. Gewoon eenvoudige oefeningen. En begin er bijvoorbeeld mee iedere dag. Ik vind het wel leuk, Sanne, om met je... Boks jij wel eens? Ik heb het een tijdje gedaan, maar in de sportschool en niet tegen iemand anders. Dus meer op de tak. Ja. Je zit nu, hè? Ik zit, zeker. Ja, dan laten we het zitten doen, maar vanuit het bovenlichaam, zodat ook iedereen mee kan doen. Dan laat jij nou eens zien aan mij, dan zet ik even mijn bril op, dan zie ik je beter. Een aantal gewoon boksbewegingen die jij geleerd hebt. Die je ook fit en vitaal houden als je die doet. Gewoon basis. Laat het zien. Nou, laten we beginnen met in ieder geval de houding. Ja. En de jab. De stoot vooruit. Zo. Weet je, meestal moet ik wel heel snel zeggen van, nee, laat niet dat snel zakken. Heel erg goed. Ik ben een topcoach. 1 kleine opmerking, maar een heel kleintje.
je hand iets te laag van hieruit. Probeer iets naast je wang te houden. Ja, perfect. En stoot je links, terug. Rechts, terug. Links, terug. Rechts, terug. En dan gaan we iets sneller. Kom maar samen. En thuis mag je meedoen. Want je kan het. En de hand komt steeds op dezelfde plaats terug. Helemaal goed, Sanne. Je hebt talent. Keep going. Arm niet overstrekken. 4, 3, 2, 1 en terug. Haal even adem. Shake it out. Lekker, lekker. Het is toch even lekker, hè, zo'n oefening te doen. Of niet? Altijd fijn. Hey, en Arnold, ja. Wist je dat er ook al aangepaste vormen van boksen zijn? Ja, die hebben me ook wel eens benaderd. Ik weet dat er rolstoelboksen is, onder andere. Ja, en in Eindhoven hebben we een aanbieder en die heeft speciaal Parkinson-boksen voor mensen met Parkinson. Ah, ja. Ja, want ook daar is bewezen dat het dus voor mensen met een beperking, wat jij net al zei, een hele effectieve en goede manier is om in beweging te komen. Ik weet het. Dat is ook zo mooi dat bokstraining de beste trainingsvorm is om het proces van Parkinson, om dat te halveren, om dat tegen te gaan, de groei van Parkinson. En tot je het halveert en tot je niet zo snel naar het ziektebeeld toe doorgroeit. Dus boksbewegingen heel erg goed. Wat wij net deden, is heel erg goed als basis om daarmee te beginnen. Iedere keer opnieuw. Wat leuk. Top, goed dat je het weet, man. Dus we gaan een keer echt fighten met elkaar. Leuk, man. Dan moet ik nog even trainen, denk ik. Hey, en turnen, want dat vind ik wel mooi. Ik, voordat jij zeg maar de handstand voordoet, wat heeft turnen jou gebracht? Nou, dat is in mijn kindertijd eigenlijk alles voor mij geweest. Het was echt thuiskomen. Het was een uitlaatklep. En ook een manier om vrienden te maken. Dus het heeft mij heel veel gebracht. Ik moet er wel bij zeggen, ik vind sport vooral heel erg leuk. Maar ik ben niet per se heel goed. Maar dat is voor mij ook echt het belangrijkste. Dat sport plezier kan bieden en een manier kan zijn om jezelf te ontwikkelen. Ja. Voor mij ook de belangrijkste uitgangspunt. Eigenlijk, nu je dat zegt met ontwikkelen. Ja, de oudere kijkers weten misschien wel mijn verhaal. Maar vanaf 15 jaar was ik echt een moeilijk, driftig, agressief jongetje thuis. In Sittard, waar ik groot gebracht ben, Zuid-Limburg. Maar door te gaan boksen kreeg ik zelfbeheersing en meer rust. En ik weet nog goed dat ik voor de eerste keer naar een boksclub de amateur ging. Ik ging daar boksen en ik moest tegen een ervaren bokser. En dan was de opdracht alleen maar shadowboxing, wat wij net deden. Elkaar niet raken. En, maar ik denk, ik wil me bewijzen. Want ik wilde me altijd bewijzen. Voor mijn vader, voor mijn familie. En ik wilde altijd beter zijn. Want ik was onzeker. Dat was het uitgangspunt. En ik moest tegen die jongen boksen. En ik Ger Haan en Münster geleen. En het was shadowboxing. En ik denk, weet je, het is de tweede training van mij. Ik probeer hem toch te raken. En ik sla hem keihard op zijn neus. Dat was niet de afspraak. En hij ging achteruit en de trainer maakte naar hem een beweging. En hij heeft alle hoeken van de ring laten zien. Hij had me natuurlijk zo hard kunnen raken, had ik het niet overleefd. Had ik hier vandaag niet gezeten. Maar ik moest wel incasseren. Ik had overlast. Ik denk, ah shit, zo heb ik het niet goed gedaan. Dat is niet de afspraak in de sport. En was niet de afspraak wat de trainer had gezegd. En ik was helemaal onzeker en ik voelde me niet goed. Maar het heeft me wel de les gegeven om het de volgende keer anders te doen. En toen ging ik bewegen om zo weinig mogelijk klappen op te lopen. Net zoals Muhammad Ali, mijn grote voorbeeld. En ja, die ervaring heeft me in alle bokswedstrijden, 254 keer, heeft me dat meegenomen. Altijd in beweging zijn, zo weinig mogelijk klappen oplopen. Als basis om fit en gezond te acteren in die ring, maar nu ook buiten de ring. En dat te delen ook met mensen. Ja. Mooi verhaal. En ik heb ook nog wel een vraag. Van die 244 wedstrijden, wat is jou nou het meest bijgebleven? Wat me het meest is bijgebleven? Ja, belangrijkste les is dat verliezen niet bestaat. Dat je altijd iets wint. Natuurlijk bestaat verliezen, want ik heb 254 wedstrijden en ik heb er 19 verloren en 1 onbeslist. Maar die 19 die ik verloren heb en die onbeslist,
is weer een kans om te groeien. Zie ik niet als verliespartij. Natuurlijk, ik heb gehuild en frustratie gehad toen ik verloor, maar nu geeft me dat het gevoel, nee, het heeft ook gemaakt de persoon die je nu bent. Mooi. Veel lessen dus die je door sport kunt leren. Ja. En jij, hoe kijk jij naar verlies? Of winst? Ik ben fanatiek. Dus als ik ergens aan meedoe, dan vind ik het altijd fijn om het beste daaruit te halen. En als ik verlies, maar ik heb het beste uit mezelf gehaald, ik denk dat je dan altijd tevreden mag zijn. En dat kan voor iedereen op zijn eigen niveau ook zijn. Ja, ja, is ook zo. Natuurlijk, dat is denk ik een heel goed uitgangspunt. Ja, we kijken hetzelfde daarna. Ja. En ik denk dat het een mooie boodschap is ook voor de mensen die nu kijken. Dat lijkt me heel erg goed. Zou je iets willen doen met turnen? Of kan ik iets doen qua bewegingsvorm? Maar heel simpel, want ik ben een beetje stijf. Dus kunnen we iets zetten? Laten we dan beginnen met wat rekvormpjes. Ja, is goed. Doe jij mij na, dan zal ik deze rekvormpjes inleiden. Ja. En doe thuis vooral ook mee, als je zin hebt. Breng je arm omhoog. Ja. En leuk een beetje. Oh, die gaat nu goed. Ja, lekker. Ja. Ja, andere kant doen we ook even. Ja. Kijk hoe ver je komt. Ja, ik heb geturnd, dus ik ben misschien lenig. Maar doe vooral wat voor jou goed voelt. Ja, je ziet het, hè? Mijn flexibiliteit. En voorlangs. Voorlangs naar je toe. Kijk, ik zie ook dat er mensen reageren. Dat is leuk. Ja. Positief of niet, ja. Nou, we hebben iemand en die is ook een kickbokser in een rolstoel. Oh, wat goed. Ja. Wow. Ja. Dan moeten we daar nog een paar boksoefeningen doen. Ja, dat denk ik ook. Nou, laten we de arm nog even achter ons hoofd rekken. Ja. Voor je triceps, zodat je mooi ook rechtop zit. Ja. Ik doe mijn best. Heel goed. Ja. Super. Mooi. Lekker, heel goed. Dankjewel. Ja. Ja, wat kunnen we nog delen met de mensen? Of zijn er misschien vragen die we zouden kunnen beantwoorden? Ik zie het even niet. Met sport leer je ook wat de maatschappij is. Ja, zeker. Met sport en maatschappij. De sportwereld en de maatschappelijke wereld komt heel dicht bij elkaar, vind ik. En ik vind eigenlijk in de sportwereld is vaak een voorbeeld zoals je moet acteren ook in het gewone leven. Dat je kunt wedstrijd doen en er komt een winnaar. En je kunt blij zijn lachen, blij zijn huilen, noem maar op. Maar daarna is het altijd friendship, vrienden. En dat is op de Olympische Spelen waar op het hardst gestreden wordt voor de victory. Maar daarna is altijd iedereen heel erg... met elkaar. En dat is heel positief. Beste kickboxer uit de rolstoel. Hey, de kickboxer is er. Hi. Hallo. Ivo Verhoeven. Rico. Oh, je bent Rico fan. Yeah. Hoi. Rico, sorry. Oh. Ja. Ken je mij? Wat? Weet je wie ik ben? Nee, maar ik ben lang voor je tijd. Lang voor de tijd van Rico. Ik ken Rico wel, hoor. Oh, echt? Ja, we hebben al eens een keer samen niet gebokst, maar wel met elkaar gesproken. En ik heb hem al een keer gezien. Foto. Oh. Ik heb de foto helaas niet bij me. Hoezo? Ja. Ik ben dus Ivo. Ivo, ja. Ik ben 20 jaar. Super. En ik zit in een rolstoel. Hey, en je bokst ook, hè, Ivo? Ja. Wat goed. Ik heb net foto's gemaakt en naar de manager van Nicky Holske gestuurd. Wauw. En die wil mij ontmoeten. Wauw, dat is toch super. Ja. Ja. Heb je de foto's bij de hand? Wat?
Heb je toevallig de foto's bij de hand? Nee. Oké, okay, jammer. Nee, die staan op app. Oké, okay, helaas. Maakt niet uit. Doe een andere keer bekijken. Wat wil je ons vertellen? Oh? Zullen we even samen boksen? Ja, maar ik heb maar één hand dan. Oké, okay, doen we met één hand, met links of rechts? Met rechts. Oké, okay, rechts. Ik doe het met links en dan ik doe de oefening voor. Sanne doet ook mee. Ja. Dan doen we met één hand alle drie de stoten oefenen. We beginnen met de linker directe. Kom maar, let's do it. Vooruit. Boom. Pam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan naar 0. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Terug. En hou vast. Hou je hand hoog, Cem. Ja. Goed zo. Zullen we nu doen een hoek? Ja. Doe jij de hoek eens voor, Ivo? Zo. Nog een keer. In beeld. Laat hem even in beeld zien. Perfect. Okay. Ja, ik doe hem ook even. Kijk, daar komt hij. Doek en terug. Ja. Doek. Hoek van 90 graden. Gaat rechtuit en dan een hoek van 90 graden. Boek. Kom, doe hem samen. Doe jij tellen, Ivo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, perfect. Wauw. Ja. Zullen we de andere hoek doen en doet Sanne tellen? Ja. De linkerhoek? Ja, nee, de rechterhoek. Ja, oké. Okay. Doen we? Goed, ja. Ja. Doen we 10 keer. We beginnen in 3. 2, 1, 1, 2, 3. Lekker. Heel goed. 5, 6, 7, 8, 9, laatste, 10. 10. Wauw. Wow. Wauw, 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 wauw. Zullen we hem afmaken? Ook voor de mensen thuis, doen ze nog mee? Ja. Oké, okay, super. Zullen, mag ik, jongens, de twee opstoten doen? Vind je dat leuk, Ivo? Ja. Zullen we die samen doen? Jazeker. Kijk, handen hoog. Iets meer in beeld komen, Ivo. Iets meer in beeld komen. Hello, stay there. Listen, you've pulled all the socks for us over here. Kom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we doen nog maar 10, net zoals jullie. 9, 10. Nog 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En allemaal thuis doen we een sprintje. 4, 3, 2, 1. Adem in. En adem uit. Wauw, ik ben aan het transpireren, jongen. Ik heb nog één ding. Ja, vertel. Abonneer op DJ Ivo. Ben je DJ? Ja. Wat voor muziek, maar laat eens een plaatje hoor. Boom, 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 boom. Boom, 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 machine. Ja. Boom, boom, boom. Heb je een plaatje? Moet ik wel laten horen? Ja, laat eens horen, laat eens horen. Oké. Okay. Wacht even. Ja. Lukt dat? We krijgen nu, lieve mensen, alles. De muziek van Ivo. Hij gaat het zo zelf introduceren. Hier komt hij. Nou, ik moet hem eerst even opstarten. Oké. Ik zie dat we een vraag hebben gekregen. Oh ja, er komt een vraag. Ja? Namelijk, ik geef basketbaltraining aan een groep verstandelijk gehandicapten. Wat is wel leuk om een keer een boxkliniek te doen, wanneer het er kan. Waar kan ik dat voor doen? Ah, heel erg goed. Je wil een boxkliniek doen. Iedereen die dat wil doen, stuur een mailtje naar... omroep, wat is het omroep, Brabant? Nee, Brabant Sport. Brabant Sport. Info@brabantsport.nl. Stuur je mail
En zeker de man die het heeft aangevraagd. En dan proberen we een mooie boxkleding te komen organiseren. Lijkt me heel goed om dat te gaan opzetten met elkaar. Want we moeten in beweging blijven. En boksen is een van de beste trainingen die je kunt doen. Kijk naar Ivo, onze man die ingelogd is. Je krijgt ook, zullen we een keer na COVID een spoordag organiseren voor volwassenen met een beperking die al een spoordag doen. Ik denk dat Sanne daar ook wel wat... Ja, Sanne. Ja, zeker. Vanuit Uniek Sport worden er ook verschillende sportdagen georganiseerd. En in dit jaar gaan we in Eindhoven ook weer de Uniek Sporter Familiedag organiseren. Waar je met je familie verschillende sporten kunt komen proberen. Met de sportaanbieders bij ons uit Eindhoven. Oh, cool. Heel goed. En dan verder in de zomermaanden, hebben jullie dan nog activiteiten opstaan voor jeugd, voor volwassenen, voor... Doen jullie dan speciale dingen? Ik denk dat heel veel mensen niet op vakantie gaan met corona. Nou, misschien in de eigen... Zijn jullie er klaar voor? We krijgen even muziek. Ja, let ja. Even muziek. Maar jij ook? Misschien de buurman drinken? Nu is wel echt geluk geweest. Wat is dat hier is, mag je niet doen? Wat? Kom neer hier en je spijt het doen. Goed dan. Het wordt wel tegen, het is bijna... Kom niet! Misschien komt er nu wel stappen nog wel zingen. Wat ik ooit zeg als zij geen vaccin, daar vaccin zomaar af. Lekker Ivo! Even applausje allemaal voor Ivo, jongens. Oh. Ja. Top. Hartstikke leuk. Mooi. Kom die! Ah, ik ben iets waar ik op ga meenemen. In de kruk van je moeder. En dan ik wil snel weg, want we moeten weten. En ik zag iets op veel voeten. Ivo, dankjewel. Ik moet mijn voeten leven. Ivo, dankjewel. Ik ben een onze politie, jongen. Zo, wat een rust. Maar wel heel leuk dat hij erin is gekomen en zo interactief heeft meegedaan. Hè? Zeker. En fijn om nog even te hebben kunnen boksen op een muziekje. Ja, zeker. Hoe ver zijn we eigenlijk, jongens? Ja, heb jij je boksroutine al helemaal gedaan nu? Wij moeten nog. Wat hebben we nu gedaan? We hebben opstoot. Hebben we de opstoot gedaan? Nee, ja, hebben we ook gedaan. Dus laten we, hij, mijn site is geweldig. Want we doen, tot slot doen we de routine. Maken we hem helemaal af. Sanne, are you ready to rumble? Ik ben er helemaal klaar voor. Hands up. Here we go. 1, 2, hoek direct. 1, 2, opstoot. Ja, hier gaan we, directe, hoek. Hoek, directe, opstoot. Here we go. Direct, hoek. Hoek, direct, opstoot. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En iedereen mag nu op zo snel mogelijk manier doen. Ik doe het heel snel en iedereen probeert even snel mee te doen. Oké, Sammy? Ja. Heel snel, hè? Here we go. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oh, Sanne, snel. Oh, de anderen zijn nog sneller. 5, 6, 7, 8. Kom maar dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is de boxcombinatie als basis. Adem in. Brabant Sport. En iedereen die kijkt, neem het mee naar huis. Je kan het ook op een bokszak doen. Of bij elkaar op de handschoenen. Pap, 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 pap. En dan komt het goed. En de volgende keer gaan we een andere oefening doen. En Sanne, maar ik heb u wel nog niet op je kopie zien staan.
Nee, die bewaar ik ook voor de volgende keer. Zullen we dat doen? Goed plan. Lijkt me een goed plan. Afsluitend. Misschien nog goed te vermelden dat er door heel Brabant eigenlijk ook beweegcoaches zitten. Voor die al die mensen willen helpen. Die nu ook aan het kijken zijn misschien. Ja, zeker. Dus wat ik doe in Eindhoven, dat doen mijn collega's natuurlijk door heel Brabant. Dus ook als je niet in Eindhoven woont, maar je bent op zoek naar een sport die bij je past, kun je altijd aankloppen bij de beweegcoach uit jouw gemeente. Kijk dan vooral even op www.unieksporten.nl. Selecteer je eigen gemeente en je ziet dan met wie je contact op kunt nemen. Super. Ja. Ik denk mooie afsluiting, die informatie. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen interesse hebben om bij jullie te bewegen op een unieke manier. En ik kom ook nog een keer meedoen. Sanne? Nou, leuk. We organiseren in september de familiedag. Dus een boxclinic is nooit weg. Die staat. Mooi. Die staat gewoon. Die gaan we doen, Sanne. Leuk. We hebben nog even contact na afloop. Dankjewel. Ik wil iedereen bedanken die heeft gekeken. Hartstikke leuk. Sanne en ik waren met hart en ziel verbonden bij iedereen. Omdat sporten is de liefde waar we in bestaan. En als de liefde daar niet is, dan is dat een groot gemis. Dus liefde voor de sport is de sport die er altijd is. Succes. Mooie dag. Doei.